Tot op heden is er geen sprake van een totale lockdown. Dit benadrukt vice-president Ashwin Adin gisteren op de dagelijkse persconferentie van de overheid. Hij gaf aan dat per sector wordt bekeken hoe de diensten teruggebracht kunnen worden. Op deze manier wil de overheid de mogelijkheden beperken dat mensen besmet raken met het COVID-19-virus. De vice-president merkte op dat niet alle burgers zich houden aan de maatregelen. Zo wordt er geen rekening gehouden met het afstand houden van 1,5 meter. Ook blijven mensen zich ophouden in grote groepen. Als iedereen zich aan de regels hield, zou de overheid niets hoeven te sluiten. Waarom zijn bepaalde bouwvakkers er nog? Waarom zijn er nog sectoren open? Wij hebben de goede hoop dat de mensen de instructies gaan opvolgen. Als het werkelijk zo was dat er één uitbraak was, dan zou u zelf die cruciale diensten niet kunnen draaien. Hoe zou je dan voeding kunnen draaien, distributie kunnen draaien? Laten we begrijpen dat het zo cruciaal is dat u afstand houdt. Dat die 100 gedaan worden. Want dat maakt, en we hebben het goede vertrouwen, daarom ziet u, bepaalde sectoren hebben we nog niet zo streng aangepakt, omdat de bouwvakkers bijvoorbeeld zeggen, nou we doen het in shift, je ziet maar 2-3 mensen, dan zeggen we oké, want we controleren het. Maar als daarop de Latour instructie geven, men doet het niet, dan moeten we dat wel aanpakken. Als nu blijkt bij de casino's, dan moeten we zeggen, mensen, jullie gaan het helemaal moeten sluiten, want wij hebben niet het vertrouwen. U zegt ons wel, mensen houden afstand, er gaan meer belaten, maar een deel binnen, we hebben helemaal de tijd teruggebracht, het is niet genoeg. Dus je blijft praten, omdat we nog niet alles afgesloten hebben. Gaan we blijven per sector klikken en inderdaad, sommige dingen hebben we helemaal moeten afsluiten. Zolang men zich houdt, eraan gaan wij dat langzamerhand helemaal afsluiten. Als u het sneller wilt sluiten, als u niet aan die 1,5 wil houden, als u niet aan die 100 mensen wil houden, dan gaan we genoodzaakt zijn om het sneller in te voeren. Danielle Feira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, zei dat het personenverkeer naar het binnenland wordt stopgezet. Hiermee wordt voorkomen dat eventueel besmette personen naar het binnenland gaan en daar mensen ook besmet raken. Ik heb op dit moment 1 mededeling voor u. En dat betekent, dat betreft het personenverkeer van en naar het binnenland met het vliegtuig. Het gaat niet door. Het stopt ook vandaag. Alle verkeer die wij op dit moment zullen toestaan is verkeer voor transport, voor goederen, voor voeding. Danielle Feira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid. Zij sprak gisteren op de persconferentie van de overheid over het COVID-19-virus. De overheid werkt gefaseerd aan het terugbrengen van diensten in de diverse sectoren.